gewoon uiteraard heel even fout, want ik zat een ja, wat te laag. Ik had natuurlijk hier moeten beginnen. Op zich klinkt wel mooi, maar ik wil toch een iets ander geluid wil ik erin. En dan druk ik, of dan draai ik aan de aan bepaalde knoppen die misschien net, weet je nog, van toen ik hem helemaal liet zien, had je 5 van die zwarte knoppen en daar wil ik heel even wat aan draaien. Totdat ik een iets mooier geluid eruit krijg. Ik doe bijvoorbeeld de echo, draai ik ietsje terug. Feedback ook een klein beetje. Ik heb een paar van die knoppen heel even teruggedraaid. Dus kijken van of ik nu het geluid hoor zoals ik het eigenlijk zou willen horen. Dat vind ik een beetje kaal. Dus ik moet er toch weer iets meer echo erbij doen. Hoor je toch weer iets meer die shadow sound hoor je dan, hè? Dus haal ik die echo er iets meer uit, dan heb je wat dat kaalachtige geluid heb je en doe je gewoon de echo level, als je die weer wat hoger zet, nou dan krijg je gewoon iets meer, draai ik hem te hoog, dat zal ik heel even laten horen. Dan heb je echt zoiets van, nou ja, je moet er van houden uiteraard, maar ik draai hem toch heel even weer iets terug. Nog ietsje meer terug nog. Nou, zo wil ik hem ongeveer hebben, denk ik wel, dat ik dit een redelijk goed geluid vind. Ik kom hier meteen ook aan het einde van deel 1, want bij de volgende opname wil ik je laten zien van hey, hoe programmeer ik naar mijn eigen smaak. Want je hebt hier een, de B heb je, de B-bank om zo te zeggen, en je hebt, daarachter heb je ook de U-bank. En bij de U-bank kun je delen van de P-bank kun je kopiëren naar de U en die kun je dus naar eigen inzicht kun je die dan daarin zetten. Maar zo op het eerste gezicht ben ik wel blij met deze aanschaf. Ja, toch wel. En ik hoop in ieder geval nou, dat je zoiets hebt van nou, wie weet. Ik koop er ook. Ik moet er wel bij zeggen van het zit wel een prijskaartje zit eraan, want ja, zo'n 650 pond, Engelse ponden. En als je dat omrekent naar Nederlands geld en het wordt ook via UPC wordt het al ook naar je toegebracht, dan zit je rondom de €867. En dat is best wel een heel bedrag. Nou, als je het ervoor over hebt, doe je dat. En misschien kun je ook wel een krantenwijkje beginnen of zo, van, hè, dat je er zelf een beetje voor spaart. Maar ik denk wel dat het de moeite waard is. Hey, tot de volgende opname.